Het is in ieder geval iets waar ik even weer moet kijken hoe dit ook weer in elkaar zit. Welkom bij een nieuwe video. Deze video neem ik normaal nooit op, maar ik had nu echt super leuke kleding gehaald. Dus ik dacht, ik ga het gewoon aan jullie laten zien. Normaal ben ik niet echt van de fashion video's in ieder geval. Maar ik dacht nu van, oké, ik ga een keer een uitzondering maken en ik ga weer een fashion video opnemen. Ik heb namelijk geshopt bij Jewelry bij Sus en bij Shein en dat wil ik graag aan jullie laten zien. Dit is in ieder geval het eerste item dat ik heb gekocht. Sus ken ik al een tijdje en ik had al... een keer bij haar sieraden besteld. Of in ieder geval een bandje dat ik heel lang heb omgehad. Met van die letterkralen. Maar nu heeft zij ook kleding op haar eigen website. En dat is gewoon echt super leuk. Dus ik kwam dit tegen via Instagram. Toen dacht ik echt, dit past zo erg in mijn kledingkast. Ik ga dit sowieso dragen. Dus dan heb ik hem eigenlijk meteen besteld. Het is een beetje moeilijk te zien op camera. Maar dat is dit jasje. Het is een panterjasje, maar dan paars met wit. Echt super leuk. De stof is een beetje schuim badstofachtig. Dus ja, toch wel warm, maar ook echt heel dun. Dus dat is echt super fijn om te gebruiken in de lente. Dat is dus dit jasje. Die heb ik bij haar besteld. En het kwam echt ook super snel binnen. Daar was ik echt super, super blij mee. Ik heb hem volgens mij iets van donderdag of vrijdag besteld. Als ik het goed heb. Misschien ook later. Misschien ook zaterdag. Geen idee. Zal ik in ieder geval even in de beschrijving zetten hoe laat ik het of wanneer ik het heb besteld en wanneer ik het heb binnengekregen. De service is in ieder geval wel heel goed en ik ben super blij met het jasje. Ik ga hem zeker heel vaak aandoen, denk ik. Ik vind het sowieso echt een heel leuk kleurtje en ja, echt een item waar ik super blij mee ben. En toen heb ik ook geshopt bij Shein. Ik dacht van ja, ga ik dat nou wel doen in de coronaperiode vanuit China bestellen? Tenminste, er stond in de mijn track and tracing dat het uit China kwam. Toen dacht ik echt ja... Ik weet niet of het dan überhaupt nog aankomt, omdat het natuurlijk daar zit nog steeds volgens mij bijna alles dicht. In ieder geval bepaalde plaatsen. Maar het kwam echt super snel. Echt holy shit. Ik ben er zo blij mee. Het eerste shirtje wat ik heb gekocht zag ik bij Pamela Cruz. Als jullie haar volgen, hebben jullie dat al gezien. Ik moet alleen, het is heel irritant, want er zit geen haakje achterin. Dus ik denk elke keer, welke is nou de voorkant? Ja, dit is de voorkant. Dit shirtje, super leuk fleurig shirtje. Nou, dat past helemaal bij mij. Ik heb altijd regenboogkleurtjes aan en gele jassen en zo. Dus ik vind het helemaal leuk. Ik heb het in een maat M gekocht. Gewoon voor de zekerheid, omdat het natuurlijk een Chinese website is. En ze daar standaard best wel hele dunne maten hebben. Dus ik heb hem in een M gekocht. Hij is lekker wijd in ieder geval, maar ik word er echt super blij van. Dus ik ga deze zeker dragen. Gewoon lekker vrolijk, een beetje pastel. Die fale kleur hoort zo. Dus mocht je denken, heb je hem al gewassen? Nee, hij hoort zo vaal te zijn. Gewoon lekker vrolijke kleurtjes in ieder geval. Pas lekker bij Pasen. En dan heb ik een jas gekocht. En ik had deze jas zag ik al zo vaak voorbij komen. En dan krijg je dus als je je Facebook opent, dan krijg je dus de hele tijd Shein reclame. Met ook dit jasje. Dus ik heb dit jasje heb ik uiteindelijk toch gekocht. Ik heb hem in een maat S gekocht. En met reden. Je kan dus op Shein ook zien als mensen hem aan hebben en hoe dat er bij mensen uitziet. Deze zag er heel groot uit. En ook als ik hem aan heb, is hij echt super groot. Dus XS, S zou ik zeker kopen bij deze. Het is namelijk een jasje. Een soort jasje die ik al eerder had. Ik had een soort, zeg maar, ook hetzelfde stof in het wit, blauw en grijs. Die zou ik ook even hier zo neerzetten, dan weten jullie welke ik bedoel. Maar deze heb ik nu ook gekocht met lichtroze, donkerroze, Bordeaux-achtige roze en groen. En het is echt een beetje moeilijk te laten zien. Maar dit is in ieder geval de mouw. En de jasje. En hij is ook best wel lang trouwens. Maar hij is heel leuk. Alleen hij is wel dunner dan dat andere jasje. Dus ik denk misschien voor zomeravonden. Als ik het uiteindelijk toch nog koud heb op een festival. Het is een heel dun ding. Dus ik kan hem zo meenemen. Dus dit zijn in ieder geval de kleuren. Maar ik zal even ook wel inderdaad een foto hierbij hebben geplaatst. Van hoe die er eigenlijk uitziet. Want zo ziet hij er inderdaad ook echt uit. Maar iets minder vorm erin. Het is best wel een flut jasje. Het is zeg maar, er zit totaal geen vorm in. Echt, ik had hem ook uit de verpakking terug. Heb ik nou de bovenkant of de onderkant? Maar ja, het is een heel dun jasje, maar wel echt super leuke kleurencombinatie. Dus die ga ik zeker dragen. En het laatste ding dat ik heb gehaald is een jumpsuit. En ik heb hem iets te klein gekocht. Ik had hem misschien toch nog... Het past wel, maar ik had hem nog een maatje groter kunnen kopen. Het is in ieder geval iets waar ik even weer moet kijken hoe dit ook weer in elkaar zit. Oké. Het is in ieder geval een heel leuk blouseje met van die plofmouwtjes.
En ja, hij is rood met palmboompjes erop. Ik heb al gekeken op de website. In deze maat is hij uitverkocht. Of in ieder geval, ik had hem in maat M, maar ik moet L hebben. Want hij zit echt super strak. Maar die was uitverkocht. Ik dacht, anders hou ik hem opnieuw, want hij is echt super leuk. Hij is wel doorschijnend, dus mocht je hem zelf willen kopen, dan even iets eronder doen in ieder geval. Want hij is echt, hij schijnt echt door. Maar voor de rest is hij echt super leuk. Hij zit, ja, ik kan hem nu natuurlijk niet zo goed vasthouden. Ik moet toch allemaal met knoopjes vast en zo. Maar het is in ieder geval een hele leuke ja, playsuit is het eigenlijk. Het is eigenlijk geen jumpsuit. De kwaliteit van alles trouwens is echt super goed van Shein. Het verbaast me echt heel erg. Dus ik ben super blij. En ik ga zeker daar weer gewoon opnieuw kopen met leuke jumpsuits. Ik heb stiekem ondertussen al even gekeken in mijn mandje. Of ik nog andere leuke jumpsuits kan vinden in ieder geval. Want het is echt super leuk. Dus dit was in ieder geval de shoplog. En als ik weer nieuwe kleding haal. In ieder geval in deze periode ga ik het zeker aan jullie laten zien. Alle linkjes zet ik in ieder geval in de beschrijving. En hoe lang het erover heeft gedaan. En wat ik ervoor heb betaald. In ieder geval wat er nu op de website staat. Dus dat ga ik in ieder geval even doen. Hieronder plaatsen. En dan wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Trouwens, alles is no spon. Voordat jullie denken dat ik spullen van Shein heb gekregen. Nee, dit is no spon kleding. Ik heb gewoon alles zelf betaald. Maar daar ben ik wel heel erg blij mee dat ik het in ieder geval heb. En heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Doei!